Mijn vader die is hertrouwd. Dus zijn eerste vrouw die is overleden, er waren geen kinderen. Toen is hij een aantal jaren weduwnaar geweest. En in het tweede huwelijk, daar ben ik het eerste kind van, zal ik maar zeggen. Dat was een broodbakker, mijn vader. En die was Ginnekenstraat 11. Daar heb ik dus gewoond tot ik 4 jaar was, toen verhuisd naar Sofiestraat 15. Hij was een warme bakker, zou men nu zeggen eigenlijk. Hè. En die bakkers in Breda, zo is het verhaal wat ik altijd gehoord heb, die hebben besloten om gezamenlijk te gaan bakken en alleen dus een winkel afzonderlijk over te houden. Maar dat is niet goed gegaan. En er was ook één bakker die meerdere zaken in Breda had, die niet meedeed. En toen hebben die bakkers, die zijn weer terug begonnen. Maar daar is mijn vader niet meer meegegaan met dat terugbeginnen. Ze doen dat en dat is geweest in het jaar 21. En dus toen heeft hij dat huis verkocht aan een banketbakker. En toen heeft hij een huis aangekocht in de Sofiastraat. En dat huis, dat was een groot huis. En dat werd verdeeld in 4 gedeelten. En één daarvan bewoonden wij. En de andere gedeelte verhuurden wij. En dat was de basis van het inkomen voor het gezin. Dus ik begrijp dat heel moeilijk geworden is. Met name in de crisisjaren. Omdat dat bijna niets opleverde. En dat was de enige bron van inkomsten? De enige bron van inkomsten. Vader is in 1931 is overleden. 1931. Een gezin met 3 kinderen. Mm-hmm. Ja. Nog 2 zussen. Een kwart van het huis dat bewoonden wij zelf, 3 kwart, werd verhuurd. Mm-hmm. En die huurders die gingen weg en er kwam weer een nieuwe. En er was toch altijd een tijd van leegstaan. En de volgende huurder die betaalde minder dan de vorige. Je wist als er iemand wegging, dat nog slechter zou worden. Hè? Dat is wat ik uit mijn directe omgeving heb ervaren. Maar we leerden tegelijkertijd thuis, dus ja, heel zuinig te leven, zal ik maar zeggen. Maar ook nog te zorgen voor mensen die arm waren en tekort hadden, daar ook nog iets voor te doen. Wij moesten wel eens eten brengen in de Valkenstraat in Breda. De Valkenstraat, dat was de achterkant van de Sofiastraat. Mm-hmm. Niet aan de singelzijde, maar aan de binnenstadskant had je een achterbuurt Valkenstraat heette die toen. En daar had je arme gezinnen en daar brachten we wel eens eten naartoe. Want ja, er was natuurlijk ook geen voedselbank nog in die tijd. Geen bijstand, maar ook geen voedselbank. Dus mensen die helemaal geen inkomen hadden, die hadden hele treurige situaties. De ouders van mijn moeder, die zijn bij ons ook boven in dat huis op nummer 17 komen wonen. En op een gegeven moment is die opa is overleden en toen is die oma naar beneden gekomen. Die kwam ook bij ons in het gezin. En uit die bakkerij kwam er was ook geen pensioenregeling voortgekomen. Het is een wonder, denk ik altijd, wat onze moeder, wat die in het opzicht gepresteerd heeft. Ze maakte veel kleding, zelf, ook met name voor haar dochters, voor zichzelf ook. Maar dus we hebben niet in armoede geleefd, natuurlijk uiterst marginaal. Wij als kinderen konden niet meedoen met vele dingen die andere kinderen wel hadden, zal ik maar zeggen. Dus het duurde speelgoed en bijvoorbeeld zo'n vlieger. Hè? Vroeger hadden kinderen op 4 wielen, vliegers die ze dan moesten zo voortbewegen. Hè? En dat was natuurlijk reuze prettig, leuk speelgoed. Maar je had op die straat, in de Sofiastraat in Breda, maar ook nog in enkele straten in de buurt, die hadden zo'n binnenplein. Ja. Vroeger.
Dat kon je spelen, kon je voetballen en weet ik wat al meer. Hè. En daar kon je met dit soort wagentjes spelen. Hè. Maar dat was buiten ons bereik, zal ik maar zeggen. Waar zat u op school? De Sint-Antoine school in de Sint-Jansstraat. Naast de kerk. Ik was misdienaar ook in de Antoniuskerk. Ik leerde daar dus op de priesters kennen, dus de pastoor en de kapelaans. Ze namen mij wel eens mee met het werk dat ze deden boven het huisbezoek. Om naar de volgende bel, om daaraan te trekken en te doen. En dus dan hoorde ik soms de afwijzende antwoorden op die bel van bovenaf. En dan had de kapelaan die mij meegenomen had, die had dan voorkomen dat hij zelf weggestuurd werd. Maar ja, die voelde zich, die had geen interesse in een persoonlijk gesprek met de kapelaan. Hè. En waarom zou dat geweest zijn? Of waar, dat was... Ja, dat is mij natuurlijk ontgaan, dat zo ver kwam ik niet. Nee, want als die wel toegelaten werd, dan werd ik naar het volgende adres gestuurd. Hè. Dat was destijds een gebruikelijke benadering van pastoraal werk. Dus de mensen thuis gaan opzoeken en dan de gegevens bijhouden. Dus ze hadden ze boekjes waar de namen in stonden en dus als er een kind geboren werd, werd dat toegevoegd. Dus die priester die had dikwijls zo'n boekje bij zich, waardoor hij wist wie daar woonde. En met hoeveel ze waren en als dat huisbezoek regelmatig gebeurde, dan werd dat op deze manier bijgehouden. Ik zag hen in de kerk, ik zag hen op deze manier aan het werk ook. En toen ik wat ouder werd, toen hebben ze mij ook uitgenodigd op een samenzijn, wat in die pastorie vroeger gebruikelijk was een eigen leefwereld. Hè. Dus die pastoren en die kaplaans, dat was een tehuis ook. En toen ik wat ouder was, daar hielp ik in de vakantietijd, hielp ik in de administratie van de parochie. Was er elke dag een mis? Ja. Voor het school. Ik weet niet meer hoe laat precies dat die school begon. Dat zal wel 9 uur geweest zijn, denk ik. En vanuit dat er geen tijd was om terug naar huis te gaan om een boterham te eten. Want je ging ook als kind als mensen naar de communie, dus je moest nuchter naar de kerk gaan. Dan bleef ik een boterham eten bij de koster, die daar ook in die Sint-Jansstraat woonde, die had daar een winkel. En op die manier, ja, dus ik had een kinderlijk verlangen, zal ik maar zeggen, toen ik kind was, om priester te worden. Ik had op deze manier aanraking met de gang van zaken in het leven van de priester van het bisdom. Ik herinner mij dus dat de mis, met kerstmis, de nachtmis, die was 's morgens om 5 uur. En dan gingen wij als gezin door het Valkenberg heen, gingen wij naar de kerk toe. Dat was een maatregel van bisschop Hopmans en die wilde niet dat het in de nacht was. Ik denk dat hij bang was voor misbruiken à la Antwerpen. Dat ze daarna naar het café gingen. Hè? Ja, kijk, Breda was helemaal georiënteerd op Antwerpen. Hè? Vroeger. Mijn vader bijvoorbeeld, die heeft de bakkersvak in Antwerpen geleerd. Mijn oma, de moeder van mijn moeder, die heeft huishoudelijke hulp gedaan toen ze een jong meisje was in Antwerpen. Breda, dat was een stad, dat was Antwerpen. Hè? De grote stad. Ze was zuidelijk georiënteerd. Mentaal was dat dichter bij elkaar. Hè? Kijk, Brabant heeft natuurlijk een aparte situatie verkeerd. Hè? Is 2,5 eeuw is dat toegevoegd geweest aan de 7 provinciën, maar niet op gelijke voet. Brabant had een
ja, tweederangspositie in de Nederlandse samenleving. En je voelde zich veel meer verwant met Antwerpen uit hetzelfde Brabant. Heeft u dat zelf ook nog gevoeld, die verwantschap? Dat de mensen in het noorden, toen je ze later leerde kennen, die toch anders waren dan wij, hè, in het zuiden.